Yo, dames en heren, leuk kijkers, nieuw video op mijn kanaal weer zijn. Je ziet, ik heb een fruitboompje voor me staan, een perenboom zoals ik nu zie. En jullie ook. Dames en heren, want ik heb ze niet voor niks gekocht. Ik heb hier de eerste, maar daar staan er nog drie, maar die ga ik straks laten zien. En nu eerst deze perenboom, want ik heb ze niet voor niks gekocht, want we gaan daar verhuizen. Maar alle details zien jullie, moet jullie in de vorige video zoeken, want in de vorige video heb ik alles uitgelegd erover. Maar nu in deze video ga ik alleen de fruitboompjes laten zien. Dus als jullie interesse hebben naar de verhuizing video, check dan de vorige video. In ieder geval, dit is een perenboom zoals je ziet. Ik krijg niet helemaal beeld, dus ik moet wat verder gaan zitten. Anders heb ik hem niet helemaal beeld. Maar kijk, ik kom nu al dichterbij. In Chinook, hij is, weet je niet hoe dat heet, hij is geënt heet of zo, ik weet niet hoe het eet. Maar het zijn ze op elkaar gezet, zo krijg je nou betere vruchten. En jullie zien, hij krijgt al knoppies, zien jullie dat? Hij loopt al uit. Dat is heel mooi. En deze actie was heel mooi, want we konden er heel veel halen voor niet zoveel geld. Dus dat is wel mooi. Misschien dit is de perenboom, die staat hier zo. Staat heel mooi. Nu gaan we verder naar de volgende. Dat is namelijk een appelboom, zoals je hier ziet. Kijk maar. Dat is een appelboom. En die ziet er ook zo uit. Dit is een appelboom. Boompje, zeg maar, want hij is niet heel groot. En ja, die ziet er heel mooi uit. Alleen die loopt nog niet uit. Want we hebben hier naast in de tuin ook een appelboom staan. Maar die loopt ook nog niet uit. Appelbomen zijn wat later in het seizoen. Dus ja, er komen ook nog geen knopjes aan. Dat is de appelboom. Dit is niet zo bijzonder, maar hier heb ik nog een peer staan. We hebben twee peren gekocht. Hier is een peer. En die loopt een klein beetje uit, zoals je hier ziet. Kleine knopjes. Nu zet ik deze even wat opzij. En nu komt een hele leuke. Dat is voor het eerst dat we die gaan planten. Of kweken, zeg maar. Hij is al gekweekt, maar voor het eerst gaan laten opgroeien. Dat is namelijk een pruimenboom. Ja, dat is voor het eerst dat we die hebben. En zoals je ziet, dat is best wel een mooi boompje, zoals je ziet. Hij is niet heel groot. Ik ga van een afstandje staan. Dit is een pruimenboompje. En zo ziet de hele collectie eruit. Hier de peer, daar de appel, daar nog een peer en hier een pruim. Zo ziet de pruimboom eruit. En die heeft ook een knopjes, kijk maar. Er komen ook een kleine knopjes in, zoals je ziet. Heel mooi. Dus ja, ik ben super blij mee. Die gaan mooi planten in het nieuwe huis, zeg maar. Want we gaan verhuizen. Dus nogmaals, alle details vinden jullie in de vorige video. Dus ja, zeker kijken. Zo. Dit zijn ze. De vier fruitboompjes. Die binnenkort in de nieuwe tuin gaan geplant gaan worden. Super vet. Dus ja. In ieder geval, dames en heren, ik ga de video afsluiten. Helemaal voor het kijken. Like en abonneer. Vergeet niet op het belletje te klikken. Zo mis jullie geen enkele video. En zeg ik niet ciao. Later.